Wij hebben één vrachtwagen ingehaald. Dus test geslaagd, zeg maar. De maximumsnelheid op de weg is vandaag van 130 km per uur naar 100 km per uur gegaan. En ik neem jullie even mee om een kijkje te nemen op die snelweg. Het is nu ongeveer 3:15 en we gaan natuurlijk even kijken hoe snel wij aankomen in Almelo. Want dat is natuurlijk iets wat iedereen wel het grootste lastenpuntje vindt. Zijn we nou echt langer onderweg? En daar gaan wij vandaag achter komen. Zo, daar zijn we dan. A35! Joehoe! In Nederland zijn er namelijk 4000 nieuwe borden geplaatst. En in Overijssel en Gelderland zijn er al 900 van geplaatst. En dat geplaatst, dat betekent dat er dus een nieuw bord moest komen, het vervangen moest worden, of een onderbord mag komen. En zoals je ziet zullen er hier op de A35 nog veel staan. Ja, dit is wel anders dan voorheen. Ja, het voelt toch echt wel wat trager. Ik word van alle kanten ingehaald. Het is nou niet dat ze er mij rechts in kunnen halen. Maar zoals je ziet, mensen doen er niet altijd alles op de 100 km per uur uit. Er staat dus een politieauto. Ik hoop dat dit een eerste controle is, want ze rijden toch harder dan 100 km per uur. Wij hebben één vrachtwagen ingehaald, dus test geslaagd, zeg maar. We zijn er, Mitte. Bijna. Zo. Zoals je ziet, we zijn aangekomen in Almelo. Het heeft ons ongeveer 35 minuten geduurd. Dat is dus net iets langer. Het zal denk ik schelen om het even. Het is 7-8 minuutjes langer. Ik heb één auto ingehaald. Dat was een vrachtwagen. Voor de rest ben ik door, ik denk wel 30-40 auto's aan de linkerkant ingehaald. 3 politieauto's gezien. Oftewel, let alsjeblieft even goed op dat de snelheid naar beneden is gegaan. Maar in totaal kan ik zeggen, deze test is geslaagd. Want ik heb het niet langer over gedaan, dus ik zal er ook niet zo heel veel last meer van hebben.